hier gewoon rapper Shorts te beledigen. Dat is toch niet te geloven. Zo, goedemorgen. Wow, Pukkels. Hier een pukkel, daar een pukkel, overal een pukkel. Nee, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en we beginnen weer met een nieuwe weekvlog. En normaal begin ik of op zondag of op maandag. Maar ja, zondag heb ik voor mijn vorige weekvlog nog doorgefilmd. Omdat het natuurlijk de Dutch YouTube Gathering was. En gisteren ben ik gewoon lekker gaan bijkomen. Dus heb ik ook gewoon niet gevlogd. Maar ik ga gewoon lekker mijn best doen voor de rest deze week. En er gewoon een hele leuke weekvlog van maken. Maar ja. We starten dus eventjes op dinsdag. Zoals u ziet is het hier nogal een zooitje. En straks komt Makers Channel op bezoek. Dus dan moet ik het eventjes op orde hebben een beetje. Want ze komen al in anderhalf uur. En dan gaan we weer een nieuwe What the Heck opnemen. Weet je niet wat What the Heck is? Dan moet je even naar het linkje onderin in de beschrijving gaan. Dat is zeg maar mijn kanaal op Makers Channel. Ik ga maar even lekker douchen. Mezelf klaarmaken. En dan beginnen aan deze mooie dag. Want het is super lekker weer. Ik heb er zin in vandaag. Nou, we hebben net weer een avontuur beleefd. Want Dolly vond het echt nodig om echt nu, zojuist, in de stront te gaan rollen. Dus ik heb haar net onder de douche gezet. En hoe vond je dat, Dolly? 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 Hoe vond je dat? Niet leuk, hè? We zijn inmiddels alweer eventjes aan het filmen. En we hebben de eerste lifehack opgenomen. Die komt binnenkort online. Dat moeten jullie maar eventjes allemaal gaan volgen op Instagram. En ik hou jullie natuurlijk ook eventjes op de hoogte via mijn vlog wanneer die online komt. Maar we hebben dus bellen geblazen uit oude cd'tjes. Echt super tof. En nu ga ik oogschaduw fixen. Eerst eventjes lekker een broodje eten en dan gaan we lekker verder. Dolly heeft dus net lekker in de poep gerold. En die heb ik dus in bad moeten doen. En ze stinkt nog steeds. Het is zo vies. Oh, sorry. Zit er een te eten en ik zit gewoon dat verhaal echt ongegeneerd te vertellen hier. Ik heb er nooit moeite mee als ik moet eten en iemand vertelt iets goors. Dus dan hou ik er soms ook geen rekening mee. Dat is echt heel stom. Maar ja, we zijn lekker bezig. Sorry. Nou, de opnames met Makers Channel zitten erop. En ik wilde jullie even wat laten zien, want ik heb een nieuw pakketje binnengekregen van Attitude Holland. Daar ben ik een paar weken geleden ook langs geweest, als jullie mijn vlogs een beetje volgen. Maar ik kreeg het dus hierin binnen en er staat een super mooie tekst op. Er staat op, mensen die anders durven te zijn, maken de wereld een stukje mooier. Daarom vind ik Attitude Holland ook gewoon helemaal geweldig. En nu ga ik de schoenen laten zien die ik van ze heb gekregen. En ze zijn zo, zo onwijs tof. Toen ik doos openmaakte gisteren dacht ik echt van, kijk, de creepers die ik al heel erg lang wilde. Ik heb ze natuurlijk al even in het zwart en dit zijn ze in het wit, mat wit. Ik vind ze zo geweldig. Ik ga deze week eens even kijken waarmee ik het leuk kan combineren. Maar bijvoorbeeld met zo'n shirt zal het al super leuk zijn. Ik ben er zo gewoon weg van. Echt heel erg vet. Misschien ga ik ze zo al wel even aantrekken. Ik weet niet of ik nog ergens heen ga straks. En het is heerlijk weer buiten vandaag. Daar word ik helemaal vrolijk van. Zo jongens, het is vandaag woensdag en ik ben bezig met mijn make-up. Het is super, super lekker weer. Dus ik heb net eventjes lekker ontbeten op het... Ja, op mijn balkonnetje. Ik zou eigenlijk gaan filmen met Ivar. Maar ik ben natuurlijk nog steeds niet helemaal fit. En mijn week was al zo vol dat ik toch eventjes iets ben gaan skippen. Dus vandaag ga ik verder gewoon rustig gaan doen. Even lekker met Dolly wandelen. Even lekker uitrusten. En dan morgen lekker filmen. Zo, goeiemiddag. Ja, het is middag. Ik ga zo mijn leuke meuk opnemen. Ik heb hem net helemaal klaargemaakt. Ja, heerlijk dagje. Het is zulk lekker weer. Dus ik ga denk ik iets testen wat ik buiten kan testen. Iets met bubbels. Van die mega bubbels. Jullie weten hoe gek ik op bellenblaas ben. Dus ik ben echt weer heel erg benieuwd hoe dat gaat straks. Ik moet wel eventjes mijn outfit laten zien. Want ik heb dus een heel nieuw leuk blouseje van de Bershka. Die heb ik vorige week gekocht. Met deze broek die ik van Come Get Fashion vorige week had gekregen. Plus mijn super vette witte creepers. Hoe tof is dit? Ik vind ze zo leuk. Maar ja, ik ga nu dus even lekker mijn leuke meuk opnemen. Ik ben benieuwd. Oeh.
Zo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga naar een heel speciaal persoon vandaag. Ik ga een challenge opnemen met rapper Shores en dat vind ik echt super cool. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Het weer is trouwens echt super lekker. Dus nou ja, ik moet wel 2,5 uur reizen naar Heerlen, want hij woont helemaal in het zuiden van het land. Dus daar gaan we maar eens even heen. Het lijkt me echt super leuk om Shores te ontmoeten en om een challenge op te nemen. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe het gaat. Dolly staat ook te popelen. Die gaat alleen niet mee. Die gaat even naar moeder. En ik ga haar nu maar eens eventjes daarin brengen. Dus ja, op naar Heerlen dan maar. Zo, ik ben er in Heerlen. Hallo. Hallo, met Jos. Alles Hoi. Goed? Yes. Met mij wel. Ja, lekker weertje, hè? Nou, ik word netjes opgehaald door Shores van het station Heerlen. Het is echt zo lekker En het is warm, weer. Het is eigenlijk zwemweer, dus... Echt, het is eigenlijk geen weer meer voor de lange broek. Nee, en vorige week was het nogal van sneeuwen. Het is echt ongelooflijk. Zullen we eerst even de stad in dan, ja, met dit mooie weer? Een goed idee. Laten we dat maar zeggen. Krijg je me erop? Ja, ja. Of moet ik heel dicht bij je gaan lopen? Nee, zo, nee, dat komt goed. Mijn naam is rapper Shores, wil teksten schrijven, stop aan mijn emoties in muziek. Hier, yeah, schrijf een lied. Hier. Yeah. Nou sta ik bij iemand, ik weet niet wie het is, maar... Gebeurt dit nou vaak? Ja. Ja? Ik vind het echt wel heel cool dat je dan gewoon neem doet. Neem je mij half erop of heel? Nee, gewoon, het is gewoon... Je komt erop. Ik probeer mijn hand zo ver mogelijk uit te strekken. Nee, maar mensen kunnen... Iedereen heeft natuurlijk een mening, ja. Ja, maar daar heb jij toch wel schijt aan. Precies. Toch? Wel goed. Ik las net nog een reactie op mijn eigen kanaal. Dionne, je bent echt een MAVO-zombie. Je bent talentloos. Ga vrienden zoeken en een baan. Maar dat is ik dacht dat je al een baan had, dus. Ja, dit is mijn baan. Maar ja, die persoon vond het niet zo leuk. Zo, nou, we zijn aangekomen bij een terrasje en we gaan maar eens even wat drinken. Even bijkomen van de reis en even kijken wat we nou eigenlijk gaan opnemen straks. Dat ligt helemaal aan jou. En ik voeg mijn ideeën toe, dus goed, wat moet je? Ik wil wel een ijstee. Een ijstee? Ja. Even lekker suiker. Hebben ze met prik en zonder prik ijstee? Hebben ze met prik? Ja, oh, dat vind ik wel lekker. Ja. Maar met prik. Lekker hoor. IJstee met prik. Dan kan je gelijk zien hoe je haar zit. Echt ideaal. Bedankt. Nee, ik zat eigenlijk voor mezelf te spreken. Ik had het niet over jou. Ik zit hier gewoon rapper Shores te beledigen. Toch niet te geloven. We moeten wel proosten. Ja, proost. Yes. Oh. Zo. Hallo. Nee, maar jij mag van mij zoveel vloggen als je wil. Ja, ik pak hem er gewoon lekker bij. En, maar ik zie steeds dat ik maar half erop sta, half met mijn kop op beeld. Dat kan bijna niet anders, want ik heb geen stick. Maar je mag ook de vlog overnemen als je wil. Ja, ik loop hier nou met Onne en we zijn in Heerlen. Dadelijk gaan we naar mijn huis toe en daar wil ze dan een challenge opnemen voor haar YouTube kanaal. Ja, Enzo Knol die zou dat ook wel willen, maar ik heb toch voor... Onne gekozen, omdat ze iets bekender is dan Enzo Knol. Mocht ik binnen? Okay, hier geef ik de camera weer aan Onne. Nou, je kan het goed. Ik zou zeggen, ga gewoon beginnen met vloggen, want natuurtalentje hier. Maar je bent inderdaad artiest, dus mensen, jullie moeten allemaal even abonneren op Rapper Shores. Precies, klopt. Link staat onder in de beschrijving, of klik eventjes hier in beeld. Dan ga je direct naar zijn kanaal. Hij heeft echt een super goed nummer opgenomen. Mijn leven. En het is echt een ongelooflijk goede knip. Clip. Dus check ze op YouTube. Maar, en ik zou zeggen, bekijk mijn nieuwste clip. Maar ik moet ook echt eerlijk zeggen, mijn leven. Toen ik die zag, was ik echt zo erg verrast. Want het is zo professioneel aangepakt. Hij doet het ook allemaal zelf. Hij regelt het allemaal zelf. En daar heb ik echt heel erg veel respect voor. Dus allemaal even checken. Hij verdient het. Abonneer. Wat zullen we hierin? Kijk die emoji knuffels. Oh, dit is een hele lieve drol. We gaan lekker naar Brunsum. Naar Brunsum, klopt. Brunsum. Ja, daar woon ik. In een villa met een hele grote tuin. Van al dat... Zwembad. Televisiegeld. Ja, en je hebt je eigen sportschool. Ja. Toch? Dan gaan we zo even een kijkje nemen natuurlijk. Maar, oh, dit is chill. Lekker weertje. Raampje open. Autootje. We zijn er. We gaan nu naar binnen. We gaan straks de Would You Rather tag opnemen. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, wat ben jij lief. Hallo. Oh. Hallo.
Oh, je bent... Dit is Prinsje, jongens. Wat ben jij lief. Oh, je bent een beetje bang. Ben je een beetje bang voor mij? Ik ben heel aardig. Ik ben heel aardig, vondjes. Jij zou Dolly ook heel leuk vinden. Dit is gewoon jouw privé sportcabine. Ik heb inderdaad wat weten aan te schaffen. Super chill. En ja, als je af en toe wat kunt kopen en af en toe wat... Maar het zijn er een boel, zeg. Wat wilt, dan krijg je ook wat. Dit is een buikspierapparaat. Oh ja, die ken ik zelf ook nog wel, Die heb ik ook. Ja, die ken ik. En ja, dit is de lichtste eigenlijk die ik heb. Daar doe ik dan meestal zo mee. Ja. En hoe vaak doe je dat? Zo vaak als dat ik zin heb. Ja, maar het is hier wel benauwd. Je hebt hier wel een lekkere tuin waar je dan... Precies, klopt. Maar ik doe het meestal 's avonds. En dit zijn jouw droomvrouwen? Ja, met haar heb ik het uitgemaakt. Echt? En even kijken, nee, dat is ze toch niet. Oh, dat zou toch kunnen. Ja, ik heb het echt geprobeerd en ik dacht ik wilde lekker mooi uitzien in de zomer. En ik wil goed in mijn vel zitten, een beetje strakker in mijn vel. Maar uiteindelijk dacht ik werd er... Ze zeggen dat je er energie van krijgt, maar ik werd er moeier van. Is dat je ik doe het gewoon, voor gewoon jezelf om fit te blijven, gespierd te blijven en... mezelf op de proef te stellen. Maar als ik in Man's Heels zou kunnen komen te staan, ik zou me ervoor geven om dan die sixpack te krijgen die ik moet krijgen. Nou, Man's Held, jullie horen het. Rapper Shores wil wel een keertje. Jullie hebben een goede aan me dus. Nou, precies. Hallo, kijk, dit is de moeder van Rapper Shores. Hallo. Hoi. Ze is echt super, super aardig. Oh. En het hondje ook. Maar hij vindt mij een beetje eng. Ik zeg nu de hele tijd zij, omdat ik zelf een vrouwelijk hondje heb. Maar je bent zo lief. Kijk die tandjes. Hij is heel waaks. Oh, maar je bent wel zo lief. Je bent echt mooi. Ja. Oh, netjes. Wow, wat heb jij coole muur. Super cool. En er komt zelfs telkens een stukje bij, of niet? Ja. Cool. Zo, het zit erop. We hebben de Would You Rather tag opgenomen. Wat vond je ervan? Mooi, goed. En check out de video. Want die komt binnenkort online. Zeker. Nou, ik ben benieuwd hoe die gaat worden. Ik ga mijn reis maar weer eens voortzetten naar huis. Komende 3 uur ben ik daar nog wel eventjes mee bezig. Dus we gaan weer. Was gezellig. Nou, we zijn op het station. Heerlijk. Ik ben weer keurig netjes afgezet. Klopt. En ik ga mijn... Het was een leuke dag. Het was leuk, ja. Het is ook een hele warme dag. Dus. Zo, lekker weertje. Dat hebben we het getroffen. En nou ja, ik ga weer mijn reis voortzetten naar huis. 3 uurtjes te zitten. Dus we hebben eventjes. Hey, Sjors, ik ga doei zeggen. High five. Of een box. Box. Allebei goed. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik naar huis. Ik ben nu terug van Rapper Shores. Was echt onwijs gezellig. Dus je ziet het goed. Ik zit helemaal onder de puisten. Want ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik ben net lekker onder de zonnebank geweest. In de hoop dat ik wat bruiner word. Zodat je die puisten wat minder ziet. Want op mijn bleke huid zie je echt werkelijk waar alles. Een mooie sfeermuziekje op de achtergrond. Het is er niet in geëdit. Dit is echt. Want Max de Vries in de house. Nice to meet you. Eat my cake. I could show you incredible cake. Heavenly cake. And I know you've heard about cake. I've got a space cake, baby. And I'll eat it up. Prachtig, hè? Nee, wij moeten eventjes repeteren voor iets wat volgende week gaat plaatsvinden. Het is een auditie en ik mag ook lekker niet vertellen waarvoor. Raad waar dat van was, kijkers. Denk aan zijn haar. Hier een pukkel, daar een pukkel, overal een pukkel. Onne die heeft een pukkelboerderij. Hia, hia, ho. En een pukkel hier en een pukkel daar. Hier een puk, daar een puk, overal een pukkel. Oh, een pukkel. Oeps. Ik zie de niet. Oh, wisten jullie trouwens dat Max en ik samen... Zo, mag mijn stem eventjes normaal doen alsjeblieft, dankjewel. Wisten jullie trouwens dat Max en ik
over een paar maandjes op vakantie gaan. Hey, Spanje! Nou, dat was het voor deze week. Het is inmiddels alweer zaterdag en het is heerlijk weer. Ik ga zo naar de verjaardag van Darcy. Maar ja, de vlog moet gewoon nu dan online worden gezet. Omdat ik bij Darcy blijf slapen, anders heb ik zondag geen tijd om te editen. Dus ja, deze vlog die is tot een einde gekomen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken weer. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Tot aankomende dinsdag. Dan is het weer tijd voor een nieuwe video. Doei!